Ja, Niels, gefeliciteerd met je overwinning hier in Amsterdam. Dankjewel. Dan win je nog van een speler als Dave Chisnell. Met ja, voor eigen publiek, dat moet toch heerlijk voelen, toch? Ja, dat voelt zeker heerlijk. Alle vrienden en familie in de zaal. Alle bekenden in de zaal. En ja, om dan van een speler als Dave Chisnell te winnen is eigenlijk ja, fantastisch eigenlijk. Tijdens de wedstrijd zagen we heel vaak dat vuistje in het publiek. Naar wie was dat vuistje gericht? Ja, nou, een vriend van mij, Jamie. Hij sleept me heel vaak doorheen, ook het moeilijke toernooi. En ja, ik heb heel veel steun aan hem. En dat is ook dan de enige persoon die ik eigenlijk zie. Dus dat is wel heel fijn dat je aan iemand vast kan houden en ja, een beetje steun voelt. Ja, je voelt wel steun aan hem. En het Nederlandse publiek zelf. Ja, we merkten net aan Mike Kuivenhoven dat hij echt ja, omhoog getrokken werd. Voelde jij dat ook een beetje? Ja, zeker. Mijn naam werd voor het eerst eigenlijk gezongen door het hele publiek. Dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt, dus dat is wel heel speciaal. Je ziet het natuurlijk op filmpjes en ja, van andere dingen, zoals Vincent of Michael. Maar om het nu zelf te beleven, ja, is heel speciaal en heel, ja, ik ben er heel dankbaar voor eigenlijk. Ja, dus is het begin van iets moois? Een goede wedstrijd hier nu op tv, gewonnen. Waar kan dit eindigen voor jou dit jaar? Ja, ik hoop heel ver natuurlijk, ja. Maar... ja, we moeten ook niet gelijk naar zijn schoenen gaan lopen. Dus ik hoop dat ik morgen een goede partij in kan zetten en dan zien we wel het strand. Ja, morgen is het Gary Anderson. Nog gedachten bij hem? Hoe ga je voorbereiden tegen hem op die wedstrijd? Ja, eigenlijk hetzelfde als nu. Dat is natuurlijk een fantastische speler. Dus ja, we weten allemaal wat Gary Anderson kan. En dat is natuurlijk eigenlijk buiten categorie. Maar ja, ik hoop gewoon dat ik mijn eigen ding kan doen en dan kans maak tegen Gary. En zo niet, dan is hij de verdiende winnaar. Nou, ik denk dat je zeker kans maakt. Veel succes, Niels. Dankjewel.